Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Kevin en je kijkt naar PoKevin, een kanaal waar ik voornamelijk Pokémon content aan het maken ben. En vandaag gaan wij iets heel vets doen. Ik heb namelijk een vintage stapelkaart gekregen van Peter. Die kennen jullie misschien nog wel van deze video's, waarin we Pokémon kaarten openen. We hebben allerlei videogames gespeeld, ook Pokémon Randomized Races en Nuzlocke. Die had nog een hele stapel liggen thuis en hij zei, weet je wat Kevin, jij mag die van mij hebben. Daar ben ik super blij mee en we gaan hier gewoon heel eventjes doorheen samen om te laten zien of er misschien nog wel pareltjes tussen zaten. Want ik had ook geen idee, Peter ook niet echt meer, dus hij zei, nee, weet je wat, neem maar mee, kijk maar. En het leek me leuk om dat op een video te doen, om jullie daar een beetje doorheen mee te nemen. Jullie zien dat dit later is opgenomen. Ik blijf het vertellen, maar dat is het riedeltje wat ik altijd doe. Ik neem de video op. Daarna ga ik erop reageren. Jullie zien hier de eerste hit, een Eevee Jungle, de allereerste Eevee kaart. En hier ook een Pidgeot, dat is de eerste rare die ik in deze stapel kon vinden. En de prijzen die jullie onder in beeld zien, dat is de PSA prijs voor als je de kaart ungraded zou hebben of dus in een 10. Nou ga ik ervan uit dat er geen tienen meer tussen zitten, want het is een stapel die mee is geweest naar het schoolplein, waarmee geruild is, waarmee gespeeld is. Dus in dat opzicht denk ik niet dat er heel veel waarde aan zit. Maar ik zet het er toch even bij. Stel je hebt thuis nog een stapeltje liggen en je bent benieuwd. Dan kan het dus zomaar zijn dat als jij een perfecte staat 10 hebt, dat het die prijs zou kunnen zijn. Voor nu zag ik dus voornamelijk een hele hoop uncommons, commons van die oudere sets. Van Base, van Jungle, van Fossil. Hier kom ik weer een rare Snorlax tegen. Die is in een 10 160 euro waard. Dit is uiteraard geen 10, maar zeker weten, leuk om te hebben. De Kadabra vond ik ook nog wel een honorable mention waard, want die is natuurlijk heel lang geband geweest, maar die is eindelijk terug. Electabuzz kan niet ontbreken. Jullie zien het al aan de webcam border en als je op mijn kanaal kijkt, dan weet je dat ook. Dan is Electabuzz mijn favoriete Pokémon. Dus toen ik die zag, was ik ook wel een klein beetje blij. De Dark Jolteon is heel erg fijn voor Daphne. Dat is Eevee en Evolutions is haar favoriet. Dus dat is ook zeker eentje die ik wilde checken of die goed was. Hij ziet er op zich, heel veel kaarten zien er heel decent uit, zien er heel goed uit. Maar ja, wel gewoon wat gebruiksporen. En natuurlijk de Legendary set. Ik heb hem een beetje opgedeeld, want het was best wel een flinke stapel. Dus ik moest hem een beetje opdelen in 3 delen om er een beetje gemakkelijk doorheen te kunnen. Dus dat heb ik bij deze ook gedaan. Hier is de eerste promo die gewoon sentimentele waarde heeft. Want deze kreeg je dus bij de allereerste Pokémon film. Als je daar naar de bioscoop ging, dan had je dus kans op meerdere type kaarten. En de Dragonite was er daar één van. Die heeft door de jaren heen waarde gekregen als je die in perfecte staat hebt. Daar waren er dus 2 van in deze stapel. Vervolgens kwamen we ook de Articuno promo tegen. Dat was natuurlijk voor de tweede Pokémon film. Kreeg je deze bij besteding aan de bioscoop of de DVD, volgens mij. Maar dat was heel erg leuk om deze tegen te komen. Dat zijn kaarten die, zie je jarenlang niet meer. Ik heb mijn kaarten allemaal weggedaan. Dus de kans dat je die weer eens in het wild tegenkomt in person. Dus niet alleen op een video, maar echt in je handen. Die kans is niet zo groot. Dus ik was daar heel blij mee. En toen zag ik hem. Het pareltje van de stapel. Die ik zeker niet had verwacht. De Ancient Mew. De Mew-kaart die je dus kon krijgen bij die eerste film, dat was een beetje de rare als je die had als je naar de bioscoop ging en je kreeg deze kaart. Dit is dan ook de meest waardevolle kaart in de stapel. En hij zag er best wel goed uit. Je hebt een aantal krasjes in de holo zitten. Je ziet dat de hoekjes een beetje verbogen zijn, maar overal is het echt wel nog steeds een hartstikke mooie kaart om in mijn binder te hebben. Misschien ga ik hem zelfs laten graden en kan ik jullie laten weten wat voor grade daar is uitgekomen. Want dat is zeker weten de moeite waard, vind ik zelf, bij dit soort type kaarten. Hier kwam ik een first edition tegen. Ik heb heel even Engels erbij gezet. Als je de first edition in het Engels hebt, is dat de prijs. Dit is een Nederlandse first edition. Dus die zijn zeker minder waard. Maar een first edition is toch altijd wel lekker om te poelen. Hier wederom een eerste editie, moet ik dan eigenlijk zeggen in het Nederlands. Eerste editie Butterfree. En een eerste editie Venomoth. Hartstikke vet om die ook in die stapel tegen te komen. Ik had ook geen first editions verwacht, moet ik eerlijk zeggen. En voor de rest, gewoon heel veel leuke Pokémon. De starters zitten erin. Veel ook in het Nederlands. Maar hier ook een Engelse Pikachu die in een 10 ook gewoon 116 euro waard kan zijn, dames en heren. Dollar, moet ik zeggen. Maar ja, dat zijn gewoon hartstikke leuke hitjes. Ik zie ook heel veel Charmanders heb ik erin gezien. Wel heel veel Nederlandse, dus die heb ik dan eventjes gelaten voor wat ze zijn. Een aantal rares, zoals de Arcanine die je net voorbij zag komen.
En ja, eigenlijk gewoon een stapel met van alles en nog wat. Nog een Jungle Pikachu, daarachter dus nog een BZ Pikachu in het Nederlands. En uiteraard ook nog gewoon dit soort wat nieuwere vintage kaarten. De Celebi, die ook gewoon nog 45 euro waard kan zijn als je die in een 10 hebt thuis liggen. De Zapdos promo, die natuurlijk hoort bij die Articuno. Die zat er 2 keer in, hartstikke lekker. En daarachter verstopt uiteraard, die kon niet missen, ook nog eens de Moltres promo. Daarbij heb ik dus gewoon alle 3 de Legendary Bird promo kaarten in dit stapeltje zitten. Super vet. Hier kregen we nog een hele hoop trainers, maar heel even eerlijk, deze hele stapel doorgaan was echt een feestje. Dankjewel Peter dat ik deze van je mocht hebben. En er zaten zeer zeker hitjes in. Ik laat ze hier nog even achter elkaar zien. Alle rares, de Legendary set. Ja, gewoon super. Sowieso, als je dus door vintage kaarten heen kan, blijft gewoon genieten. Het is een soort van nostalgie. Herinneringen komen terug naar boven op het schoolplein. Dat je aan het traden was met je Game Boy Color met de oude Pokémon game. Dus het was gewoon een feestje om dit te openen. En ik dacht, als het voor mij een feestje is, dan is het misschien ook wel een feestje voor heel veel van jullie. Dus vandaar dat ik het op deze manier eventjes in een videootje wilde laten zien aan jullie. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Moet ik dit vaker doen? Laat het weten. Laat een likeje achter als je het leuk vindt. Abonneer als je het leuk vindt. Allemaal niet verplicht. Ik maak het ook een beetje voor mezelf, om daar later op terug te kijken. Zoals dit prachtige pareltje vereeuwigen in een video. Wie wil dat nou niet? Mensen, dankjewel voor het kijken. En hopelijk tot een volgende video.